Nou, de twee hoofdpijnbestrijdingen die in Nederland gegeven worden in het ziekenhuis zijn de ruggenprik en het remifentanil. En het ruggenprik, dat kent meestal de meeste mensen, kennen dat wel. Dat is een epiduraal, die wordt door de narcotiseur ingebracht in je rug. En dat, via dat flexibele slangetje wat dan in je rug zit, wordt narcosestoffen naar binnen gepompt. En dat zorgt ervoor dat je baarmoeder nog wel doorgaat met werken, alleen...